grown men acting like divas. Bandies, I'm around needles. Bandies, you wearing all diesel. Trap busy smoking on diesel. Trap busy, still we all legal. Traps busy, yeah, we all legal. Yo, fucker mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we een nieuwe storytime doen. Jullie hebben de titel al gezien. Het is tijd voor een nieuwe storytime. Ben je nieuw op mijn kanaal? Like, deel, abonneer sowieso. Rechts onder in beeld staan mijn Snap en mijn Instagram social checken. Wil jij een RCS vlog hoodie? Je kan ze bij me bestellen. Stuur gewoon een berichtje naar mij. Elke maat en kleur zijn gewoon beschikbaar. Dus stuur mij gewoon een DM. En dan kan je ze bij me bestellen en stuur ik ze naar je op. Nogmaals. Like, deel, abonneer. Al die dingen sowieso. Ga dus sowieso mijn kanaal checken. Oké, en nu dat gezegd is. Geniet sowieso van deze video. En laat me weten waar ik de volgende keer een storytime over moet doen. Of laat me weten wat jullie de volgende keer in de video willen zien. Pauw! Oké! We gaan beginnen bij het begin. Laten we even kijken waar we begonnen. Oké. We gaan beginnen bij het begin. Het was Halloween. Halloweenavond. En wat we altijd deden, of wat we vaak deden rond die tijd. Op die leeftijd, ik weet niet hoe oud we waren. Misschien 12 of zo. Ik weet echt niet. We waren best wel jong. En ja, maar we gingen gewoon door de buurt lopen, belletje lel, op ramen kloppen, eieren gooien op ramen, eieren gooien op mensen soms, eieren gooien op auto's. Al die dingen gingen we gewoon doen. En ja, het was gewoon gezellig, het was gewoon lauw. Je toch een beetje, dat je creëert een beetje, hoe zeg je dat, een beetje een soort spanning creëren, zeg maar. En daarna gingen we gewoon rennen, je toch zulke dingen. Dus nu, oké. We zijn aan het lopen. We hadden gewoon besloten. Ik was met misschien 4 man zo. 4-5 man. We hadden besloten van oké, de snelste persoon. Die krijgt de tas met al onze telefoons erin. En die moet gewoon zorgen dat de telefoons veilig zijn. Dat die hem ergens droppen op een bepaald punt. Het was bij een mattie van mij. Die woonde zeg maar tussen ons. Dus in het midden van ons allemaal. Ik woon bijvoorbeeld schuin rechts. Hij woont schuin links, eentje woont achter, schuin achter hem gewoon, dus best wel dichtbij. Die andere woont aan de overkant, achterin. Dus het was zeg maar best wel in het midden, zeg maar. Dus we legden onze telefoons bij hem dan. Als er wat gebeurde, hadden we gewoon van tevoren besproken. Oké, dus nu, we zijn gewoon aan het lopen. We zijn gewoon aan het aankloppen bij mensen. We zien andere boys gewoon, hun groeten ons. Gewoon wat oudere boys ook. En groeten ons, geven ons wat eieren, geven ons hier toch al die dingen. Ik weet niet hoe we aan eieren komen die dag. Misschien al Matt van mij had dat volgens mij meegenomen. Ja, dat was van tevoren besproken. Matt van ons heeft het meegenomen. Dus ja, we hadden ineens eieren. En ik zie die mug daar. Laat me even deze mug doen. Klaar hoor, wacht even. Ik ga deze mug even laten zien wat. Volgens mij zijn het dood. Als ik me ergens zou irriteren, zijn het zo muggen, man. Maar, waar was ik? Nu ik zie oudere boys. We groeten ze. Praten gewoon een beetje wat we hebben meegemaakt. Toen hadden we nog niks meegemaakt eigenlijk. We was gewoon voor de lol. Hun hadden ook eigenlijk niks meegemaakt. We waren nog steeds aan het lopen. Oké, dus nu. Ik zie een auto en ik zie van, we hebben niks meegemaakt. Laten we gewoon beginnen, maar laten we gewoon eieren gooien en zo op auto's. Nu we zijn aan het bespreken van oké, wie gaat gooien, dit, dat. Terwijl iedereen aan het bespreken is van wie wat gaat doen, ik pak gewoon een ei en ik begin hem te gooien op de eerstvolgende auto die ik zie. Nu, wat die auto doet, die man begint gewoon in één keer, hij begint te remmen. Nu hij stapt uit die auto, nee, hij rent. Hij draait zeg maar waar wij waren, wij stonden op de stoep. Dus hij draait naar ons. Hij gaat de stoep op. En hij begint een beetje richting ons te rijden. Best wel hard, hij begint richting ons te rijden zo. Dus wij kijken zo. Hij doet die ramen omlaag, hij schreeuwt wat. Nu wij rennen de dijk op helemaal naar boven bij. In Hoogvliet heb je zeg maar binnenband, heb je die dijk. Als mensen uit Hoogvliet weten sowieso waar ik het over heb. Heb je zeg maar zo'n hoge dijk die van binnenbaan naar helemaal naar Zeester gaat. En dat is Zeester is een voetbalveld. Dus wij rennen die dijk op, zeg maar. Dat dijk op. Ja, wij rennen dat dijk op. Die dijk op. Oh mijn god, ik heb het zo vaak laatste tijd. Dus wij rennen zo. Wij rennen tussen. Je gaat zeg maar een wijk in en daarna ga je het dijk op. En nu. Wij zijn daar. Wij zijn op de dijk. En staat. We meeten. Ik ben met één iemand. Een mattie van me. We hebben één mattie van me. Nu, we kijken zo, we zien de rest niet. Ik denk, shit.
oké, we wachten misschien een paar seconden of zo. Misschien we zijn even aan het. Hoe zeg je dat ook weer? We zijn even aan het observeren gewoon. Aan het kijken van oké. We kijken. Want we kunnen teruggaan, maar je kans dat die man daar is, snap je? Dus we zijn aan het kijken van. Sowieso die boys zijn sneller waren sowieso sneller dan die man. Maar nu. Waar wij mee waren was zo van, niemand was scherp, dus niemand lette op van, alleen ik was echt scherp, want ik gooide zelf die ding. Dus nu we kijken zo, oké, iedereen is gewoon safe, we komen elkaar later weer tegen ergens, ik weet echt niet meer waar, maar oké, we komen elkaar later weer tegen. Nu we lopen weer verder. We gooien een paar, we bellen een keer een paar aan bij mensen, rennen weg, gebeurt niet echt zoveel. Doen we het weer. Gebeurt niet echt zoveel. Oké. Nu we lopen ergens bij. Heb je een andere dijk. Waar je naar Spijkenisse gaat. Dus je hebt zeg maar vanaf Hoogvliet Metro. Heb je die hele lange snelweg. Om naar Spijkenisse te gaan. Maar. Naast die, dus daarnaast heb je gewoon een woonwijk. Maar je moet wel een beetje omhoog gaan. En dan ben je zeg maar bij die soort van snelwegstuk. Richting snelwegstuk. Oké. Dus nu. Het is een 50-weg. Dus nu. We lopen daar naar boven. En we zien auto's gaan op snelheid. 50 of zo. Ze zitten allemaal gaan op snelheid. Dus nu wat wij denken van. Hey, als wij deze dingen gooien. Nee, het is nu zo van. Ze gaan zo snel. Als we het gooien. Gewoon kijken wie eentje raakt gewoon. Ze gaan sowieso niet stoppen. Of iets anders. Of weet je toch. Dus je hebt zeg maar die snelweg. Je hebt een soort gras die schuin naar beneden loopt. Dus wij moesten naar boven. En dan. Je moest dan naar beneden. En dan heb je zeg maar die woonwijk achter ons. En daarachter heb je gewoon bos. En ook een woonwijk iets verderop. Dus nu. Wij lopen naar boven. We staan te wachten. Je ziet een groep jongens van 5. We hebben ook een paar snaps gemaakt daar voor de lol. Maar het is mijn oude telefoon. Ik ga kijken. Of ik ze kan vinden. En dan ga ik ze hier tussen zetten. Ik ging freestylen. Was wel grappig. Was wel leuk. Dus nu. Eén van ons. Ik weet niet meer wie. Pakte die ei. En begon hem te gooien. Richting een auto. Maar wij denken van. Oké. Hij gaat gewoon doorrijden. Je rijdt al op 50. Richting Spijkenisse. Richting Spijkenissebrug. Op een snelweg. Je gaat niet stoppen. Wat doet hij? Volgens mij was het bijna handrem zelf. Hij stopte zo snel. Hij stopt. Hij draait. En hij begint van die dijk naar beneden te rennen. Dus nu wij rennen. Ik bedoel te rijden. Wij rennen. Hoe hij dat doet. Volgens mij toeterde ook. Wij rennen door. En toen begonnen we te splitsen. Er waren één iemand ging naar links. Dus... Dat is wel een fucked up stuk, want je moet zeg maar, als je naar links gaat, hij kan ook daar rijden. Volgens mij 4 of zo van ons ging naar rechts. En rechts heb je zeg maar een soort woonwijk, maar dan met een speeltuin in het midden. En dan heb je allemaal die huizen eromheen. Dus wij gingen daar naartoe en daar heb je allemaal steegjes. Wij gingen daar naartoe. Uiteindelijk ben ik met één mattie van mij. Die ene mattie waar ik de vorige keer ook mee was. Ben ik zeg maar door één steeg gegaan. Dus waar die ene man toen ik die ei zelf gooide. Met hem ben ik ook weer zeg maar ineens samen. En er was één mattie die was al binnen een paar seconden over de overkant. En dat was de snelste. Sorry. Wij waren de snelste aan de overkant. Eén mattie was zeg maar... dat is de snelste. Die was zeg maar naar links gegaan. En daar heb je ook gewoon... Daar kan hij ook gewoon rijden. Dus nu, wij gaan naar de overkant, wij zijn snel naar de overkant. We meeten een paar andere jongens, auto's bleven gewoon rennen. We gingen net als, je hebt dat spel, je hebt auto's. En je gaat nog steeds gewoon oversteken, zeg maar. Dat is zo'n spel, dus je moet oversteken en dan komen gewoon auto's harder aanrijden. Dat deden wij gewoon, boom, gevaarlijk. Dus nu wij rennen. En we komen aan de overkant. We liggen daar zo'n beetje laag in de bosjes aan het kijken. Ik ga het nu uitleggen vanuit mijn matties. Vanuit mijn matties dinges. Vanuit mijn matties
view, zeg maar in het Engels is het gewoon point of view. Maar nu, en daarna ga ik het uitleggen van ons, vanuit wat ik zag, zeg maar. Dus nu, mijn mattie is aan het rennen. Hij is bij een stoplicht daar zo. En vanuit mijn point of view, zeg maar, was het zo van, ineens stopt hij gewoon. Met een auto. Dus ik denk, het is gewoon iemand gewoon die hij kent of die hij groet. En wij zijn helemaal aan de overkant. Dus voor ons, je ziet gewoon een jongetje gewoon met een auto. Maar ja, je toch, eigenlijk moesten we daar al op afgaan. Dus nu, hun zijn met elkaar aan het praten. Die man, hij zegt, ja, ken je die jongens? Of was jij een van die jongens? Dit, dat. Als ik een van jullie vind, ga ik jullie pakken, ga ik jullie meenemen, ga ik jullie schieten, zoiets. Zulke dingen zei hij. Hij was gewoon helemaal aan het bedreigen. Nu, die mattie van ons, ik begrijp het volledig. Je toch, je bent 12, een oudere man begint jou te bedreigen over, ik ga jullie pakken, ik ga jullie meenemen. Zzzz. Nu, die mattie van ons, hij doet fuf, hij is weg gewoon. Hij heeft die tas bij zich, hij is binnen 5 seconden, is hij weg. Was hij gewoon, je zag hem gewoon niet meer. Hij is van bus helemaal naar einde van lijnbaan gerend. Verder zelfs. Binnen misschien, wat, 15 seconden zo. En op een tempo. Op een, geloof me, was zo snel. Ik zou er niet eens kunnen bijhouden. Maar al die adrenaline kickte in bij hem. En hij was gewoon weg, man. Hij was gewoon op een snelheid. Hij was gewoon weg. Hij heeft al die tassen gepakt. Hij heeft ze ergens neergezet. Waar we zeiden, op die lokale, bij die Matties huis die een beetje in het midden woont. Hij heeft ze daar neergezet. En die man is, weer verder naar huis gerend gewoon. En dat is nog verder dan wat ik jullie nu uitleg ongeveer van beurs naar lijnbaan. Beurs naar lijnbaan is niet zo ver, hè? Maar ik bedoel dat jullie het een klein beetje snappen. Het is wel iets verder dan, hij heeft wel iets verder gerend. Maar dat jullie het beeld een klein beetje snappen. Laat me het zo zeggen. Hij is van McDonald's. Van de ene McDonald's van dinges, van beurs, naar de andere McDonald's gerend. En verder zelfs. Van McDonald's naar Fapiano. Die andere Fapiano die naast Happy Italy staat. Zo, die stuk heeft hij gerend. Dat is wel ongeveer dat stuk wat hij heeft gerend. Dus nu, vanuit wat wij zagen, wij zien hem, hij rent weg. En wij zijn zo van, waar zijn de rest van de boys? Wij zoeken de rest van de boys. We gaan een woonwijk achter ons. We meeten met een paar andere mensen. Praten met ze, groeten, dit, dat. We zeggen van, ja, wat er is gebeurd. We zijn een beetje ook weer aan het verstoppen voor die man, die auto. Want volgens mij was hij ons verder aan het zoeken. En wij waren gewoon een beetje rustig van het steegje naar steegje. En dan kwamen andere mensen tegen, gewoon met hem praten. En man. Zo was het. Nu, we kunnen die man niet vinden. We gaan naar het huis van onze mattie. We gaan kijken of hij de telefoon zijn heeft gelegd. En nadat we iedereen hebben gemeet, gewoon behalve die mattie dus, gingen we gewoon naar de telefoons en kijken van, hey, waar is iedereen, man? We hebben hem gebeld. Die man neemt niet op. Hij neemt eigenlijk nooit op gewoon. Zelfs nu als ik hem bel, hij neemt niet op gewoon. Hij neemt altijd na een uur of zo op. Dus nu, we gingen kijken waar onze mattie was. We hebben onze telefoons gevonden. Hij heeft ze daar achtergelaten. En we gingen kijken waar onze mattie was. We liepen naar zijn huis. En maar die man was gewoon thuis. Grappigste was, die man was gewoon omgekleed thuis. Korte broek aan, shirtje aan. Hij was gewoon ready om naar bed te gaan. Weet je toch, waarom rijmt dat? Hij was gewoon ready om gewoon, weet je toch, hij was gewoon thuis. Hij heeft zijn korte broek aan, hij heeft zijn shirtje aan. Hij was gewoon ready. Dan gingen we ook allemaal stuk, want die man was gewoon, al dat allemaal wat was gebeurd, was gewoon binnen 10 minuten zo. Dat hij naar huis ging rennen, dat we mensen gingen meeten. Dat allemaal heeft hij binnen 10 minuten al gedaan. Dus ja, voor ons, wij zijn zo van, jee, toch, boem, snel heeft hij dat allemaal gedaan. En maar grootste was gewoon, als die man één van ons had gecatcht, misschien zouden we één van ons niet zijn. Of misschien was die man gewoon aan het praten, gewoon aan het bedreigen. Maar jee, toch, dat was gewoon één van de dingen die ik heb meegemaakt, die ik met jullie wil delen. Laat weten wat jullie ervan vonden. En soon. Ja, nee, ik ga echt erin met deze mug, man. Geloof me. Laat weten wat jullie van deze video vinden. Snap en mijn Insta. Ga dat ze zo volgen. Ga me checken daar. Ben je nieuw op mijn kanaal? Like, deel, abonneer. En ik zie jullie snel bij de volgende video. Love.
Pauw. Jij bent een liar, liar, liar. Yeah, liar, liar, liar. Pull up, scrub ik brr. Pull up, scrub ik brr. Jij bent een liar, liar, liar. Yeah, liar, liar, liar. Pull up, scrub ik brr. Pull up, scrub.